Week 6 Section 32 Past participles of strong verbs: Blijven, gebleven. Eten, gegeten. Komen, gekomen. Lezen, gelezen. Liggen, gelegen. Schrijven, geschreven. Vertrekken, vertrokken. Section 33: Hebben of Zijn as auxiliaries forming the perfect tense. Ik heb gelezen. We hebben gegeten. De trein is vertrokken. Ze zijn gekomen. De trein is gestopt. Ze zijn ontsnapt. Hij is gestorven. Ze is geslaagd. Lopen. Rijden. Fietsen. Ik ben naar huis gelopen. Hij is naar de stad gereden. We zijn naar Amsterdam gefietst. Ik heb vandaag veel gereden. Hebben jullie gefietst of gelopen? Section 34 Irregular verbs brengen gebracht denken gedacht doen gedaan gaan gegaan hebben gehad kopen gekocht nemen Genomen, slaan, geslagen, staan, gestaan, zien, gezien, zijn, geweest, zoeken, gezocht. Vocabulary Af en toe de avond. S'avonds. De bioscoop. Duur. De film. Het geval. In ieder of elk geval. Interesseren. De kleren. Ik eet liever. Ik eet graag. lunchje, Smiddags. Het museum. Niks of niets. De ondertitel. Het paar. Het plezier. Plezier hebben. Reizen. De stad in. Sterven. Het uitstapje. Vallen. Gevallen. Vanochtend. Want. Winkelen. Exercise 31 Bent u gisteren thuis gebleven? De kinderen hebben hun huiswerk al gedaan. De bibliothecaris heeft zelf een boek geschreven. Waarom zijn jullie niet gekomen? Ik heb erg veel boeken gelezen. Heb je gisteren in dat restaurant gegeten? We zijn vandaag naar de bioscoop gegaan. We hebben allebei gelopen. U heeft het erg druk gehad, niet waar? Ze heeft die film al gezien. De zoon van de buren heeft zijn hond geslagen. Mijn broer is vanochtend in de stad geweest. Substitution drill. U bent thuis gebleven. Wij Wij zijn thuisgebleven. gebleven, hij. hij is thuis gebleven. Ik. Ik ben thuis gebleven. Jullie. Jullie zijn thuis gebleven, zij. Zij is thuisgebleven. Jij bent thuisgebleven. Zij. Zij zijn thuisgebleven. Stimulus-response-drill: Example. Hij schrijft een brief. Ik heb ook een brief geschreven. Now it's your turn. Hij schrijft een brief. Ik heb ook een brief geschreven. Hij blijft thuis. Ik ben ook thuis gebleven. Hij ligt in bed. Ik heb ook in bed gelegen. Hij eet veel. Ik heb ook veel gegeten. Hij gaat naar de bioscoop. Ik ben ook naar de bioscoop gegaan. Hij koopt een boek. Ik heb ook een boek gekocht. Hij leest veel. Ik heb ook veel gelezen. Conversation: de spelbreker. Goedemorgen, meneer Bakker. Hoe gaat het met u? Goed, dank u. Bent u gisteren naar Amsterdam gegaan? Ja, we hebben de auto genomen, want mijn man reist niet zo graag met de trein. Ik vind zo'n uitstapje af en toe leuk, maar de stad is niks voor mij. Nou ja, er valt altijd zoveel te doen daar. Ik heb gewinkeld en mijn man is naar een museum geweest. Daarna hebben we in een restaurant geluncht. Niks voor mij hoor. Ik eet liever thuis. Dan weet je tenminste wat je krijgt. Wat heeft u smiddags gedaan? We hebben een film gezien. Een film uit Engeland, denk ik. Met ondertitels in het Nederlands. Ik ga nooit naar de bioscoop. Het interesseert mij niet. Nou ja, ik heb in ieder geval veel gekocht: kleren voor mezelf en een paar schoenen voor mijn man. Dan heeft u zeker te veel betaald. Alles in de stad is duur, zeggen ze. Nou ja, ik heb in elk geval veel plezier gehad, meneer Bakker. Dag.